Welkom. In deze tutorial gaan we weer verder met onze ukulele. En zoals je hier ook kunt zien heb ik een begin gemaakt aan de nek. En dit is ook wat we vandaag gaan doen. Het is een vrij complexe vorm, complex model met surfacing erin. Dus vandaar dat we niet heel veel gaan doen qua materiaal en qua modelleren. Maar hetgene wat we gaan doen is vrij complex. Maar eerst gaan we even een kijkje nemen naar onze op dit moment bestaande bestanden. En zoals je kunt zien heb ik hier dus de klankkast. En het mechaniek. En eigenlijk ben ik helemaal niet zo consequent geweest met mijn part assembly en sheet metal namen, zoals je kunt zien. Want de snaarhouder van de klankkast bijvoorbeeld, die heeft een heel ander nummer, of een heel andere naam, dan hetgene wat we met het mechaniek hier hebben ingevuld. Komt dit nou wel eens voor, laat maar zeggen, en je wil dat veranderen. En je hebt eigenlijk de vraag in je hoofd van, ja, moet ik dat dan kopiëren of moet ik de naam gewoon hier aanpassen? Nou, eigenlijk geen van beide. Het is te doen op die manier, maar het wordt absoluut niet aangeraden binnen Solid Edge. Want wanneer jij gigantische assemblies hebt met allemaal part copy links en andere links, allemaal intern daar in die assembly, dan kan dat natuurlijk gewoon kapot gaan op die manier. Dat is niet de schone manier om met Solid Edge te werken. Dus wij gaan eerst nog even een kijkje nemen naar de Revision Manager, want dat is alweer een tijdje geleden. Er zijn een aantal manieren natuurlijk om jouw onderdelen en assemblies te benoemen. Ik laat nu een voorbeeldje zien. Ik zeg niet dat je deze manier aan moet houden. Absoluut niet. Je moet namelijk gewoon je eigen weg daarin vinden en zorgen dat het voor jou en voor je collega's natuurlijk overzichtelijk is. En ja, gewoon mee te werken valt. Dus allereerst, ik ga dit een beetje wel aanhouden. Dus inderdaad de onderdelen, het nummer ervan en in welke assembly ze zitten. Je zou er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om dit gewoon de hoofdassembly te gaan noemen. Dus de ukulele die we straks gaan krijgen. Of dat je ja, bijvoorbeeld kan zeggen, ik heb hier 1001 tot en met 1005. Dus die klankkast die begint natuurlijk bij 1006. Kan allemaal. Ik ga nu een voorbeeld laten zien. Gewoon meer om even een beeld te creëren van wat je allemaal wel niet kan met de Revision Manager. Dus we gaan hier de klankkast, gaan we rechter muisknop op doen. En dan krijgen we hier Open with Revision Manager. En dan krijg je dit scherm. En hierin vind je dus al standaard alle parts die in de assembly zitten die je net hebt aangeklikt. En zo zie je ook dat er hier bijvoorbeeld een link in zit in de snaarhouderbasis. En ik ga niet alles behandelen. Ik ga voor nu even focussen op inderdaad de naamverandering. En hoe je eventueel je pad aanpast. Of wat je daar eventueel mee kan doen. Dus allereerst ga je van tevoren bedenken wat je gaat doen. En in dit geval gaan wij dus de drie onderdelen. En de hoofdassembly zelf gaan we van naam veranderen. Dus dat gaan we dan doen. Ik weet dat ik het bij alle vier ga doen. Dus ik zet hier expand all. Mocht er nog ergens een subassembly in zitten. Dan komen daar ook de parts tevoorschijn. Hebben we hier select all. En dan kunnen we hier het commando copy indrukken. En dan zie je dat hierachter dus bij new filename. Zullen we dat even groter maken. Komt dus eigenlijk dezelfde locatie te staan. Met dezelfde naam. Want hij gaat dus echt gewoon een kopie draaien daarvan. Mocht je nou ook nog de naam willen veranderen. Laat maar zeggen, want we gaan dus nu een kopie maken van onze bestaande assembly. Dus mocht je ooit een keer een testomgeving willen maken of zo, dan maak je natuurlijk eerst een kopie ervan. En daarna ga je er pas dingen in proberen. Want anders dan kan je hoofdassembly natuurlijk kapot gaan. En dat wil je niet. Je moet altijd een backup hebben. Dus dat doe je dus op deze manier. Is dit nou niet wat je wil? Ja. Dan ja, dan zou je nu dus ook gewoon kunnen zeggen, ik selecteer alles en ik wil renamen. Dan gaat hij dus hier zeggen, rename document. En als je nu perform action zegt, dan gaat hij dat natuurlijk niet doen, want de naam is nog hetzelfde. En je kan natuurlijk niet twee keer dezelfde file met dezelfde naam in dezelfde map hebben. Kortom, we gaan de naam aanpassen, want dat is natuurlijk waarvoor we hier zijn. Dus je hebt hier dus inderdaad je assembly. Nou, ik ga er nu dus specifiek voor kiezen van, wat zijn we hier nu aan het maken? Nou, dat is de natuurlijk de ukulele, want dit is een hoofd of een subassembly straks van de hoofdassembly die de ukulele gaat heten. Het is assembly 3001, want het is de eerste assembly die we hebben gemaakt in deze serie. Het onderdeel is de klankkast. Dat is natuurlijk de naam van de assembly zelf en het is revisienummer A. Ja, dit ziet er gewoon netjes uit natuurlijk. En dat past ook bij de rest van de map. En weer het onderdeel. Dus de klankkast zelf. Dus de body. Dan beginnen we hier met de assembly waar die in zit.
We hebben natuurlijk in een klankkast zitten. Het is onderdeel 1 ervan. Dus het lichaam van de klankkast. En nogmaals revisie A. Dat is helemaal mooi. Je zou dus ook gewoon hier bijvoorbeeld een nummer kunnen pakken, kopiëren. En als jij een lijst hebt met 100 onderdelen, gewoon telkens kunnen kopiëren, plakken. Mag ook. Je kan het ook allemaal selecteren en dan plakken. Mag ook allemaal. Daar heb je best wel veel vrijheid in binnen de Revision Manager. Even kijken, wat hebben we hier? Nou ja, de snaarhouder. Even kijken, dubbel K natuurlijk. Zo. Dit is item 1002. En de snaarhouder heet natuurlijk geen snaarhouder, dat is een brug. Dat is hoe dat kleine zwarte blokje heet, wat we in de eerste tutorial hebben gemaakt. En in dat zwarte blokje, of meer erop, zit natuurlijk dat witte stukje kunststof, waar de snaren overheen komen te liggen. En dat heet... heel goed nadenken. Even kijken. Het zadel is dat. Juist. Nou, dan krijg je dus een beetje op deze manier. En wanneer we nu perform actions hier doen, dan gaat hij het pas helemaal doorvoeren. Dus wanneer wij hier die map van ons pakken, zoals je nu kunt zien, en we doen perform actions. Moet je opletten. Kijk. En hij verandert ook gewoon on the spot. En dan kan je dus ook heel makkelijk gewoon zoeken op naam. En dan zet hij in dit geval zet hij dus de ukulele bovenaan, omdat het natuurlijk met een U begint. En daarna komen dus als eerste de 3000 nummers. Want de 3000 zijn natuurlijk onze assemblies. En dan zie je dus dat we twee keer 3001 hebben. Dat is misschien niet helemaal netjes, dus we gaan deze ook nog eventjes openen. En dan gaan we hier alleen de assembly aanpassen. Dus rename. En dan hebben we hier die 3000. Maken we 3002 van. En mechaniek. Veranderen we in ukulele. Perform actions. Kijk. Nou ja, dan ziet het er al een stuk netter uit als wat we voorheen hadden. En ook overzichtelijker natuurlijk. Ik bedoel, je moet, als je met andere collega's aan een project werkt, dan moet dat natuurlijk voor iedereen overzichtelijk zijn. Dus daar is in dit geval is de Revision Manager ideaal voor. En ja, dat was even een voorafje. En dan gaan we nu gewoon de nek maken. We gaan een nieuw onderdeel starten. En zal ik je nog even laten zien wat ik gedaan heb. Is misschien wel handig, want eigenlijk zijn het alleen maar surfaces. Er zit één round in, maar dat is ook op surface niveau. Dus voor sommige mensen zal dit compleet nieuw zijn en voor andere mensen zou het niet zo heel veel voorstellen. Dus deze even activeren. Kijk. Paarse vlakken zijn meestal tijd zijn dat surfaces. Dus dat is eigenlijk gewoon een vlak met geen, nou ja, zonder diepte dus in dat geval. Het is gewoon een plat stukje materiaal. En van de binnenkant is die dus ook helemaal hol. Zo. En zo ziet het eruit als die helemaal af is, de surface en helemaal dicht is. Dus wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ik heb eerst een aantal schetsen gemaakt. En met deze schetsen wil ik eigenlijk het skelet aangeven van de body die we zo meteen gaan maken. En vervolgens gaan we daar gewoon blue surfs, bounce en allemaal surface features overheen leggen die we op dat moment nodig hebben. En ik zal zo ook uitleggen waarom ik hier die round heb geplaatst. Want die kan er natuurlijk straks ook weer gewoon vanaf. Maar officieel hoort hier natuurlijk geen round te zitten. Maar dat ga ik zo meteen voor jullie uitleggen. Dus dat komt allemaal. Voor nu terug naar de part-omgeving. En we gaan eerst beginnen met een paar schetsen. En de eerste schets komt op het bovenvlak te liggen. Dan krijgt een beetje de vorm van een stropdas. Zorg dat je ver genoeg weg zit. 190 ongeveer naar beneden toe. Dan maak ik weer zo'n stropdaspunt. En dan gaan we weer terug omhoog. Dus een beetje de vorm waar we vanuit gaan. En dan gaan we een paar equal-relaties erop zetten, want de linkerlijnen en de rechterlijnen zijn gelijk aan elkaar. Dan leggen we hem even horizontaal en verticaal met het middenpunt. Dan moet ik hem denk ik iets naar beneden slepen.
Anders gaat natuurlijk dit punt klippen met de verticale relatie en niet met de horizontale relatie. Kijk. Helemaal goed. Deze wordt 35. Dan kan hij dit gaan doen als je hem inderdaad iets buiten proporties hebt getekend. Deze afstand is 190. Laten we dit allemaal aan de rechterkant houden, is wat netter. 24 aan deze kant. Zo. En dit punt naar dat punt ligt op 46. Nou, dat ziet er ongeveer al goed uit. Gewoon een 3 mm extruden. Nee, dat gaan we helemaal niet trouwens. Dat is... Ik zit nu met mijn hoofd bij een ander onderdeel, dus voor de volgende keer. Ik loop een beetje op de zaken vooruit. We gaan gewoon even nog een schets maken. En deze schets die gaat... Kijk, ik loop inderdaad heel erg op de zaken vooruit. Dat zul je volgende week wel gaan zien. Ik ben nu al met de fretten bezig. Dus dat plaatje wat straks op de nek komt te liggen. Die gaat een beetje zo'n vorm krijgen. Want die komt straks gewoon netjes op de ukulele te liggen. En voor nu halen we deze twee lijnen even weg. Leggen we hier zo'n lijn tussen op deze manier. En dan maken we hem in plaats van... 46 is hier mooi. En in plaats van 190 maken we hem gewoon 170. Kijk, prima. Zo. Mijn excuses, dat was een beetje... Misschien een beetje verwarrend, maar we komen er wel. Gaan we even vanaf het middenpunt hier. Gaan we er ongeveer 49 naar beneden. 20 diep. Dan laten we het bij. En aan de andere kant precies hetzelfde. Een klein stukje omlaag hier. Met 13. Dan gaan we die bemating ook even vastzetten. Dus wat zei ik hier? 49. 20. En 13. En nu gaan we een curve maken. Heb je misschien al wel eens een keer eerder in een tutorial van mij gezien? Curve is ontzettend handig voor dit soort vormen. Het mooie daarvan is nog, wanneer we Ctrl-H doen en weer op de schets gaan kijken, dan kunnen we gewoon op deze lijn klikken. Dan kunnen we hem gewoon aan gaan passen. Die rode punten geven eigenlijk mijn muisklikken aan. Dus op het moment dat ik dus hier klik, komt er een rood punt te staan. En als ik dus heel vaak klik, krijg je heel veel van die rode punten. Is niet altijd ideaal. Maar kan in sommige gevallen natuurlijk wel gewoon het idee zijn. Kijken, een beetje goed leggen. Moet er een globaal een beetje een goed gevoel bij hebben. Zo, nou dit is heel netjes. En misschien moeten we hem nog even boven afsluiten. Ook wel een goed idee. Zo. Dat is schets nummer 2. En deze boog, die gaan we dus ook eigenlijk met alle schetsen die we nu nog neer gaan leggen. Dus dat zijn er nog 4. Gaan we die ook allemaal gebruiken als aanhechtingspunt. En om daar een beetje een beeld van te krijgen, beginnen we hier met een schets. Plane normal to curve. Op de voorkant. En dan zie je ook zo'n balletje verschijnen. En dat balletje, dat geeft eigenlijk aan vanaf waar jouw sketching plane, dus degene die je nu op en neer ziet gaan hier, hoe die gaat rekenen. Dus je klikt een lijn aan, dan krijg je hier de positie en de afstand. Deze lijn heeft een bepaalde lengte, die hebben we net 49 gegeven volgens mij. En de positie geeft eigenlijk de schaal meer, is het? Dus, of meer het is meer een ratio eigenlijk. Op het moment dat ik hier 0,5 invul, dan gaat de schets gaat op de helft van de totale lengte. Als je hier ook ziet, als ik ongeveer hier ga zitten, dan is de positie 0,510. En ik zit ongeveer, even kijken, zo, op de helft hier zo. Dus doe je 0,75 is 3 kwart. Dus dan gaat hij vanaf dit punt 3 kwart over de lengte van de lijn, gaat hij hem ongeveer hier neerzetten. Doe het met de andere, met de distance. Dus jij weet als jij een lijn hebt van 50 dat hij precies op 20 moet komen. Dan kun je natuurlijk in de position 0,4 invullen, want dat is 2 vijfde. Maar je kan dus ook bij de distance inderdaad dus die waarde daar invullen. Als je precies weet waar die moet komen te staan. En dat is ook precies wat we deze tutorial gaan doen. We gaan de distance gebruiken. Maar in dit geval kan ik hem gewoon op het eindpunt zetten. Dus op de 49, want we gaan op de bodem hier een soort van voetje tekenen.
En die gaat er ongeveer zo uitzien. We beginnen hier met een lijn. Dan een rechte lijn naar boven. Dan drukken we op A voor een boog. Die zetten we op het middenlijntje neer. En dan weer A voor een boog. Zo. Dit doe ik specifiek zo op deze manier. Niet met één lange boog. Dat heb ik expres opgedeeld in twee stukken, omdat we dan straks een aanhechtingspunt extra hebben voor onze blue surf met surfacing strakjes. Zo, deze twee gelijk aan elkaar maken. Middenpunt, het eindpunt hier zo leggen. En nu kunnen we dus ook het snijpunt van deze twee bogen op dit lijntje hier leggen die we net hebben getekend. Deze nog even horizontaal en verticaal maken. En dan geven we de onderlijn nog even een waarde mee van, even kijken, 30. Juist. Kijken. We doen nog even een radius mee van 12 en dan zouden we goed moeten zitten, juist. Kijk, zwarte schets, volledig gedefinieerd, gaat nergens mee heen. Helemaal goed. Nou, we moeten nog 3 schetsen maken. En dat zijn eigenlijk 3 schetsen die heel erg op elkaar lijken. We beginnen hier weer met de plane normal to curve. Dan gaan we vanaf dit punt. Dus ik kan ook vanaf hier beginnen. En dan begint hij vanaf hier te rekenen. En als ik op dit punt hier begin, ongeveer gaat hij vanaf dat punt rekenen. Deze zetten we 70 weg. Dan gaan we een vorm maken. Die de bestaande lijnen op het moment hier onderin snijden. En deze twee zijkanten ook snijden. En dan krijg je inderdaad dat icoontje te zien. Dus dat is eigenlijk, we gaan hem nu op een lijn beginnen met tekenen. Op het punt waar die precies het vlak snijdt, waarop wij nu tekenen. Heet ook al een pierce point, heet dat. Hier hebben we hem nog een keer. Dan gaan we weer naar beneden en dan gaan we een beetje dezelfde, ja, hetzelfde doen als wat we net deden. Lijn, boog. Alleen dan komt hier tussen eerst nog een lijn. Vervolgens weer een boog en dan weer een lijn naar boven toe. Dit zijn een beetje de vormen die we aan gaan houden. Want zo ziet ook ongeveer de doorsnede eruit van de nek van zowel een gitaar of een ukulele in dit geval natuurlijk. Zo. Deze lijn geeft een afstand mee van lengte mee van 8. En dan gaan we er nu voor zorgen dat het middenpunt van dit lijntje hier zo op onze curve ligt. Oh, ik ben nu gewoon een lijn aan het tekenen. Dat willen we niet, want we willen gewoon de connectrelatie hebben. Nogmaals hier, pierce point. Op deze manier. Kijk. Geef deze nog even een lengte mee van 15 en dan zitten we goed. Ja, dus dit is schets 1 van de 3. En deze heb ik expres hier gemaakt, zodat we eerst zometeen dit deel kunnen maken met die boog erin. Want dat is natuurlijk een vrij complexe vorm. Waar ook Solid Edge niet heel makkelijk mee overweg kan. Nou, dan gaan we nog een keer een schets maken. Plane normal to curve. Vanaf linksonder weer. En dan 140 ver. Dus deze ligt dan weer 70 van de eerder gemaakte schets af. Wederom pierce points aan elkaar verbinden. Naar beneden toe. Een boog. Rechtstuk. Een boog. En weer een rechtstuk. Weer even onze equal relaties neerleggen. En uiteraard moeten ook alle connecties met de boogjes moeten natuurlijk tangent aan elkaar liggen. Nu gaan we ervoor zorgen dat we deze twee lijnen, dus ga ik hem nu koppelen aan de eerst gemaakte schets. Met een parallelrelatie. En dan gaan we hem nu nog hier in het midden vastzetten aan de pierce point. Zo. Deze lengte is 6 en we hebben deze schets ook af. Nou, nu begint het al een beetje ergens op te lijken. Als het goed is kan je nu al een vorm beginnen te zien. Nog 1 schets maken. Wederom op deze lijn en dan helemaal op het uiterste. Dus eigenlijk gewoon op het uiteinde van de lijn die hier overheen loopt. Dus deze bovenlijn. Hetzelfde principe. Schets, pierce point, lijn, boog en een lijn. Equal maken, tangent maken. Dan leggen we deze weer parallel aan, nou ja, of op de tweede schets of aan de eerste schets, maakt niet zoveel uit.
Deze maken we 5 en we zetten dit punt aan onze curve vast. Zo. Nu zijn we eindelijk klaar met schetsen en nu kunnen we wat vormen erin gaan creëren. Dus we gaan naar het surfacing tabje en we beginnen gewoon met een bound. Een bound is dus niks anders dan een connectie van lijnen, dus die allemaal aan elkaar vast liggen, op hetzelfde vlak. Gewoon dichtmaken. Dus nu hebben we hier een vlak neergelegd. Hetzelfde kunnen we hier aan het uiteinde doen alvast. En omdat hier natuurlijk nu nog geen lijnen zitten, dus van het middenonderpunt hier zo naar dit middenonderpunt, hebben we daar een andere feature voor. Dat heet de Blue Surf. En die kan een vorm of een lijn overleggen naar een andere lijn bijvoorbeeld. En dan krijg je dus daartussen een vlak. En nu hebben we hier aan de zijkant wel aanhechtingspunten. Zoals je kunt zien. Gaan we aan de bovenkant ook nog een bound neerleggen. Even kijken. Die doen we eerst even single. Nou, chain kan op zich ook wel. We moeten deze toch eerst nog af gaan snijden. Want we gaan dus eerst dit stukje maken. Dus de boog die hier nu ligt. Daarna plakken we de rest erachteraan. Dus we gaan nu eerst een... Dat is misschien wel een leuke. Hier heb je split. Split zorgt er gewoon voor dat je een vlak kan selecteren. In dit geval het surface. Dan ga je een lijn selecteren van waar je hem af wil snijden. En daarna ga je selecteren wat je weg wil snijden. En nu hebben we hier dus een split neergelegd. En hebben we hier twee losse surfaces. Als het goed is. Juist. En wanneer we nu een blue surf gaan maken... Gaan we die, kijk wat we deze in chain kunnen pakken. Juist deze vorm, zonder die bovenlijn. Dus alleen deze U-vorm. Die vinken we af. Dan gaan we hier naartoe en dan zie je dus dat hij wel die bovenlijn pakt. En dat we ook niet echt een vorm hebben volgens mij. Even kijken. Nee, dus die moeten we met single gaan pakken. Dan moeten we gewoon de lijn handmatig eventjes selecteren. Kijk, en dan begint er al wat te komen. Nou, dat is prima. En dan hebben we nu een tweede stap hier, de Guide Curve Step. En dan kunnen we lijnen mee gaan selecteren waar we willen dat hij ongeveer overheen gaat lopen. Dus dan pakken we hier de curve. Dan zie je al dat hij hem daar dus heel netjes overheen gaat leggen. Nou, dat vinken we af. En dan gaan we bijvoorbeeld deze twee lijnen ook pakken. En nu gaat hij dus moeilijk doen. Want op dit moment is dit geen goed overlopende curve. Dit is gewoon een 90 graden hoek. Hij wil natuurlijk tangente lijnen hebben die netjes aan elkaar aansluiten. Dus wat we daaraan gaan doen is naar de Home tab. En dan hebben we hier de Round zitten. En als we naar de Options gaan, kan je hier een Surface Blend vinden. Dat is eigenlijk een Round voor op een Surface. Die werkt iets anders dan de Round die we gewend zijn. We gaan hier het zijvlak selecteren met het bovenvlak. Tangent Continuous, dat is heel mooi. Die vinken we af. En dan gaan we nu zeggen welke kant we op gaan. Nou, we gaan in het model... Aan allebei de kanten krijgen we een preview. We hebben deze ruimte nu ingelegd. En nu kunnen we er wel een blue surf omheen leggen. Dus we gaan wederom hetzelfde doen als net. Dus we pakken eerst met chain deze vorm. Afvinken. Single. En dan gaan we hier deze allemaal één voor één. Eigenlijk in dit geval het kan sneller. Maar in dit geval zijn er 5 lijntjes. Dus daar zullen we niet veel aan merken. Even kijken, wanneer je nou... Ik heb nu dus te ver geklikt. Ik heb hem dus al er doorheen gezet. Kan je hier natuurlijk ook je blue surf aanpassen. Gaan we hier naar de Guide Curve tab. Vinken we dit af. En hier gaat hij dus op dit moment weer moeilijk doen, zegt hij. Maar dat komt omdat we eerst alle lijnen moeten selecteren. Kijk. Dan gaan we dat ook aan de andere kant doen. Zo. En we hebben onze vorm. En dit kunnen we straks gewoon naar een solid body proberen te krijgen. Nou, het enige wat nu nog open zit is dit stukje hier. Dus het stukje tussen onze eerste, tweede en derde op elkaar lijkende schetsen. En dat is ook niks anders dan gewoon een blue surf. Van deze vorm afvinken. Naar
Dan moet je inderdaad even goed zorgen dat je de goede lijnen selecteert. En dat je dat balletje wat er ook is natuurlijk, waar je welke punten je naar elkaar toe laat lopen. Dus in dit geval laat ik dus hier linksbovenin, zie je dat balletje zitten. Dat is het beginpunt. Dus vanaf daar gaat hij deze vorm die er naar onder zit, gaat hij er overheen trekken. Doe je dat dan nu als starter naar hier, naar rechtsbovenin, dat kan natuurlijk niet, want hier zit de vorm niet. Dus je moet dan echt zorgen dat die twee punten die naar elkaar toe moeten lopen, dat die een beetje overeen komen qua vorm. En het enige waar we nu nog naartoe moeten is deze vorm. Zo. Dat ziet er verder netjes uit. Wanneer je een surface vorm hebt gemaakt en die is volledig dicht, kan je hem hier met stitch, kan je de surfaces aan elkaar vastnaaien. Zorg ervoor dat je dan inderdaad hier bij options die heel stitch surfaces aanzet. Dat wil nog wel eens helpen. Dan gaan we de hele body selecteren. Alle surfaces die we willen hebben. En dan gaat hij ook inderdaad zeggen, het is een solid body geworden. En zo hebben we dus ons model af. Dan heb je inderdaad multibodies. Dus je hebt een design body. Dus in dit geval echt een solide body. Wanneer we deze opensnijden, is dat helemaal massief. En je hebt hier nog je construction body. Dat is in dit geval een volledig hol model. Nou, voor nu is dat dit deel van de tutorial. Volgende week gaan we dus inderdaad verder met de fretten. Waar ik dus al in het begin mee stiekem mee begonnen was. Wat niet helemaal de bedoeling was. En gaan we ook nog een blokje daarbij maken waar we de snaren mee, waar we de snaren straks overheen gaan laten lopen. Dus tot de volgende keer. En mocht er nog vragen zijn, laat ze weten. En zet ze in de comments en dan zal ik je daarmee helpen.